VVV Venlo in eigen huis tegen Jong AZ. VVV, dat het prima doet in de competitie, staat achtste. Maar alles en iedereen dicht bij elkaar. En zo kan VVV bij winst vandaag op de talent uit Alkmaar zomaar stijgen naar plek 5. Voorlopig dan de eerste kansje al. Binnen 2 minuten. Dat is een mooie voor Sierra, de Belg. VVV dat dinsdagavond vrij kansloos verloor in Heerenveen in de KNVB-beker. Gingen er uiteindelijk met 5-1 af. Enig doelpuntje gemaakt door Alouche, oudspeler van Jong AZ. Wat het dit seizoen vooral goed doet in thuiswedstrijden. Hier wel een grote mogelijkheid voor Jong AZ. Ze pakte 17 punten dit seizoen. Staan daarmee ook in de middenmoot. Maar 16 daarvan werden behaald op het eigen sportcomplex in Weidewormer. Verloren 4 van de 5 uitwedstrijden. We hebben een goed elftal op het veld staan in Venlo. Poku erbij. Jaden Adai speelt, de topscorer van de keukenkampioendivisie. Max Meerdink in de spits. Wouter Goes achterin, zijn allemaal prima namen. En zo krijgt VVV wel een zware dobber aan het Jong AZ van vanavond. Dat is althans de verwachting. Poku. Aanname goed. En ook voorbij Moreno Rutte. Poku, goede bal. En dan toch de ingever door Kewal, niet kan scoren. Ingever was van Dylan Timber. VVV, wat vorige week 2-2 speelde bij ADO Den Haag, was wel een knap resultaat. Kwam in de slotfase nog terug via deze Berden. Hij die weer is teruggekeerd in de basis, Martijn Berden. Alouche. Handige bal naar Jansen. En Rousseau-Duro. En dan in tweede instantie ook niet. Omdat hij van de lijn wordt gehaald, zo lijkt het, door een speler van VVV. Levi Smans krijgt die bal tegen zich aangeschoten. Einde van de eerste helft dan. Jansen weer. Bal weggehaald. Wedstrijd zonder al te veel hele grote kansen. Op weg naar een 0-0 ruststand. Maar dan geweldige paas van Adai. Echt een geweldige bal. En die wordt met fluwelen handschoenen behandeld. Door Rysenio Kewal. En Jong AZ zo op voorsprong. Maar wat een bal van Adai. Topscorer van de keukenkampioendivisie met 9 goals. En dat terwijl hij meestal niet eens in de spits staat. Maar nu dus ook een geweldige assist voor Adai. Absoluut hoogtepunt uit de eerste helft. Die goal van Jong AZ. VVV, omdat een Jong AZ een hele kleine angstgekner heeft. In 4 wedstrijden nog nooit gewonnen. En nu kijken ze dus ook alweer tegen een achterstand aan. Rutte nog eens met de voorzet. Alouche. Geen problemen voor Owusu-Oduro. Loopt niet echt bij VVV. En mede daarom besluit Rick Kruis al na 8 minuten in de tweede helft een dubbele wissel door te voeren. Robin Latouwers en Magnus Kaastroep komen. Ze vervangen Moreno Rutte en Martijn Berde. Want er moet echt iets veranderen bij VVV. Te veel spelers zitten niet in de wedstrijd. Misschien toch dat u wel van dinsdag tegen Heerenveen nog in de benen. Hier Latouwers. De nieuwe man. En Latouwers besluit maar eens te schieten. Dit is ook een hele mooie goal van Robin Latouwers. En VVV weer op gelijke hoogte. Hij is echt rechtsbenig. Maar van buiten de 16 scoort hij met zijn verkeerde been. Geen kans voor Owusu-Oduro. Latouwers, ook hij speler geweest van Jong AZ. Speelde meer dan 50 wedstrijden voor talentenfabriek. Nooit in het eerste. En dat doelpunt brengt iets los bij VVV. Smans met een poging. VVV vanaf de gelijkmaker blijven ze jagen op een voorsprong. Wonnen maar 1 van de laatste 7 wedstrijden. En zo zijn ze ook wel weer eens toe aan een overwinning. De Boer met een lange bal. Kozidis. Geen overtreding gemaakt. En dus Jong AZ. Max Meerdink. Er ligt dan opeens heel veel ruimte. Als de verdedigers van VVV achteruit blijven lopen. Hij vliegt over deze poging van Meerdink. Jong AZ weer. Want er komen ook ruimtes. Geen overtreding. Scheidsrechter Eichelsheim fluit niet. En dan Alouche.
Suleiman Alouche. Ook deze is met de buitenkant. En deze gaat er niet in. Geweldige redding van Ousoudou. Houdt Jong AZ zo op 1-1. Poging van de invaller Doesburg. Maar die corner die staat nog. En die gaat er dan ook niet in. Weer een hele goede save van die keeper. Die toch ook wekelijks indruk maakt bij Jong AZ. Ousoudou. En VVV dus niet op voorsprong, ondanks die twee grote kansen. Maar dan toch. Rick Ketting met de bevrijdende 2-1. Ze klopt al even op de deur. En in de 87ste minuut dan toch de voorsprong voor VVV. Hier is voor de keeper niks aan te doen. Maar er is nog één kans voor Jong AZ. Minuut 95 en die bal gaat er ook in. Luke Posma, hij is het die hem maakt. Krankzinnige slotfase zo in Venlo. Bij VVV dachten ze misschien dat ze er al waren. Maar het eindigt heel vervelend, want het wordt toch nog een gelijkspel.